Vandaag praat Marco Derksen met de gemeente over het bouwen van een indoor duikcentrum Sifari vlakbij de Rijnhal. Het plan voor het overdekte bassin zou eerst voor de Rijnhal zelf gelden, maar daar komt nu megasportwinkel Decathlon te zitten. De gemeente heeft twee voorstellen gedaan voor grondaankoop van 5000 vierkante meter, maar in beide gevallen was de vraagprijs te hoog. De gemeente geeft aan dat Derksen nu zelf een bedrag moet noemen waar hij de grond wel voor wil hebben.